Hallo, ik dacht misschien is het leuk als ik mijn vlog weer eens begin voor de verandering. Dus hoi, dit is vlog 23 alweer. Voordat ik begin wil ik jullie meteen even een waarschuwing geven. De eerste beelden die je zo meteen gaat zien zijn beelden van een schapenhart. Dus als je daar niet tegen kan, zou ik eventjes doorspoelen. Ik ga nu een stok in de aorta van het schapenhart steken. Oh my god, ik kan hier echt niet tegen. Heel, je zit aan de onderkant. Oh my god, ik wil niet zien. Oh. Dit is de longslagader. Maar daar krijg ik hem dus niet echt in. Oké, doei. Oh, wat is dit, Chris? Kijk, de aorta kleppen. Hier kan je een stok doorheen doen. Hier zit ook iets. Dat zijn pezen. En hier zit een flupje. Eeuw. Oh, en hier zit het gat. Ja, cool. Hoi. Het is hier heel stil en awkward en we gaan nu ons ding oefenen. Dat was tijdelijk. Hoe lekker. Wacht even. Nee. Hoi, ik had twee tissuren, dus we zitten hier lekker bij de Vegas te ontbijten. Ik had nog niet verteld over mijn PBS-presentatie. Het ging best wel goed. Dat was het. Ik was dit aan het editen en ik dacht dat ik dit verhaal had verteld, maar blijkbaar niet. We hadden zeg maar gisteravond de presentaties van ons profielwerkstuk. We moesten dit jaar zeg maar ons PBS maken en ik deed samen met Jules. En het ging over getuigenverklaringen en stereotypen en allemaal ingewikkelde dingen. Een beetje psychologisch zeg maar. En ja, dat hebben we nu iets van een maand of iets langer geleden was het af, zeg maar. En nu hadden we dus gisteren onze presentatie daarvan. En dan kon gewoon de hele school kon zeg maar komen kijken. En dan moest je ongeveer in een kwartier, ja, mensen vertellen waar je PBS over ging. Dus dat hadden we gisteren gedaan. En het was echt zenuwslopend, want ik hou echt niet van presenteren. Maar het ging best wel goed, zoals ik dus net al vertelde, wat jullie dus niet snapten. Het is vandaag woensdag en het is nu 12:30 en ik ben er weer thuis. Ik dacht dat ik vandaag vrij zou hebben, want al mijn uren vielen uit. Maar gelukkig werd ik op tijd wakker om erachter te komen dat een van mijn uren toch niet uitviel. Dus ben ik daar snel heen gegaan en daarna meteen weer naar huis. Dus het was vrij zinloos, maar nou ja, maakt niet uit. Mijn schoenen komen vandaag. Ik ben al de hele dag aan het wachten op mijn DHL-busje dat die ze komt bezorgen. Dus ik ben excited. En verder moet ik vandaag mijn Nederlands referaat uit mijn hoofd leren, want die heb ik morgen. En ik moest nog iets doen. Oh ja, ik moet wiskunde maken. Dus ja, en verder staat er nog een aflevering van Sister's Birth op me te wachten. En een aflevering van Proefkonijnen. En ik moet vanavond koken. Dus, hele lijst, maar komt goed. Even lunch maken. Eitje. Kut. Waar zijn de eitjes? You leave your breath light with a nasty scar. Even muziekje aandoen. Yummy. Nog één. Dit wordt waarschijnlijk heel erg gênant en ik denk ook niet dat ik het erin ga doen. Als het er wel in zit, lucky you. Ik ken Don't van Ed Sheeran uit mijn hoofd. Die hele rap en ik ben er best wel trots op. Met this girl late last year, she said don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. Oh, wauw.
iets voor mij. Ik heb het gevoel dat het echt niks voor mij is. Ik heb ze aan. Ik ga nu naar boven om te kijken of ze me staan. Want ik heb het gevoel dat ze echt een beetje, zeg maar, grof en groot zijn. Dat ik ze niet echt kan hebben. Dat zou best jammer zijn. Ik vind ze toch maar heel leuk. Kijk. Oh, ik kan het hier echt heel slecht zien. Maar... Kijk. Oh, je kan het echt totaal niet zien. Ik moet naar meer licht. Ik ga even een andere outfit aan doen en kijken of het dan staat. Ik weet nog niet of ik ze leuk vind of dat ik me een beetje een man met regelaars aanvoel. Maar, ja, ik weet het nog niet. Ik moet er nog eventjes over uitkomen. Misschien dat ik jullie wel even een paar shots ga laten zien dat jullie even kunnen oordelen. Ik weet het echt niet. Het is echt... Ik weet het niet. Oké, hier zijn ze. Ik weet het niet. Ben ik net een man met regelaars aan? Zijn ze te lomp en grof voor mij? Oh, ik weet het echt niet. Oké, zo staan ze. Nu kan ik zeg maar ook eventjes zelf op mijn computer gaan kijken wat ik ervan vind. I don't know. Ik ben aan het koken. Kijk, daar zitten zoete aardappels in de oven. Die ben ik aan het poffen soort van. En dan heb ik hier... vulling voor erin. En we hebben witlofsalade. Goedemorgen, dit is echt de eerste keer in mijn leven dat ik zo vroeg vlog. Het is 7:15. Mijn wekker stond op 6:40, want ik moest opstaan omdat Silke jarig is. Die film vanmiddag wel, die is aan haar school. Kijk, er ligt sneeuw. Jullie weten inmiddels ook over sneeuw, denk. Het is ook nog vet donker en ik moet bijna weg. En vanavond gaan we, omdat Silke dus jarig is, naar een wedstrijd van Ajax tegen AZ. En ik ben nog nooit bij een voetbalwedstrijd geweest en ik hou ook helemaal niet van voetbal. Maar ik dacht, ik ben ook in de arena geweest met One Direction en dat was zo grappig omdat er allemaal gillende wijven zaten. Ik was best wel benieuwd hoe het dan is als er dan opeens allemaal schreeuwende mannen zitten. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat wordt. Ik denk dat het wel een beetje saai wordt, maar daar zijn Meert en papa. Papa is nog in zijn pyjama. En ik heb ook mijn referaat vandaag en daar stress ik een beetje voor, maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Wat ik gisteren nog niet verteld had in mijn vlog is dat ik de schoenen waarschijnlijk ga terugsturen of proberen te verkopen op Marktplaats, want ik vind ze toch niet leuk genoeg. Ze waren het geld zeg maar niet waard, denk ik. Dus ja, dat is wel jammer. Jij. Ja. Welke dag is het vandaag? 5 februari, mijn verjaardag. En dan eten we friet. Ja, precies. Nu eten we dit. En je ziet er dus verrekte weinig. We zijn onderweg naar de arena. Allemaal helemaal ingepakt en zo, voordat het koud wordt. Yay. Lekker in de file. Ik voel me hier heel erg niet op mijn plek, want er lopen allemaal mannen. En dan loop ik hier zo. Maar ik heb wel rode jas aan. Ik ben echt een goede supporter, behalve dat AZ ook rood is, maar het maakt niet uit. Insert de clip van toen ik hier was, behalve dat het die kant op liep. Maar goed, we zijn beland in de Lentomus. In de guru. We zijn nog het einde aan het lijsten in de OZO, terwijl we al weg zijn gegaan, want we hadden verloren. Met het geven van de rode kaart aan Mooie Zander, dus dat wel zijn stempel erop heeft gedrukt. Maar ik kan me voorstellen dat je een kaart geeft als je in ieder geval een vrije knop geeft. Op het moment dat Johansson bij Mooie Zander voorbij ging, een heel klein duwtje kreeg. En als je dan fluit, moet je ook rood geven, dat deed hij ook. De vrije trap is genomen en komt bij dat of iets weg en dan is het afgelopen. Verliest Ajax weer. Nu is het tegen Ajax. 1, 2, 3. Ik zit net de beelden van Ajax gisteravond terug te kijken. Wat ik nog even wilde vertellen. Het was echt, zeg maar, ik vond het echt best wel leuk. En dingen die vooral heel grappig waren. Er zat een soort van kale vent vlak voor ons. Die de hele tijd op random momenten, nou waarschijnlijk niet heel random, maar voor mij random, opsprong en echt dingen riep als... Fuck you, Mongol en homo en zo. En dan wilde ik niet gaan lachen, want ik was bang dat hij me dan ging aanvallen of zo. En ja, het was wel jammer dat ze verloren, want ik had zeg maar wel echt willen weten hoe hard het lawaai was geweest als ze hadden gescoord. Welterusten.